Nou, welkom bij Slot Schaarsberg voor de 5e aflevering van Alzheimer Parkstad on Tour. Vandaag ga ik in gesprek met Helene Klaasens en Marjan Verhallen. En ik noem eerst even wat cijfers voordat we wat dieper op de materie induiken. Het gaat vandaag over de mantelzorgers. Wat betekent het om mantelzorger te zijn en dergelijke? Maar als we kijken naar Nederland, hier in Nederland wonen zo'n 280.000 mensen met dementie. Als we even kijken hoe dat uitziet in land, in Parkstad, dan praten we over 5.500 mensen met dementie. Van die 5.500 mensen met dementie wonen er 4.000 in de thuissituatie. Die wonen gewoon thuis en krijgen thuishulp geboden. In Nederland zijn 800.000 mensen actief als mantelzorger. Als we kijken hoe dat in Parkstad uitziet, dan praten we over 16.000 mensen die actief zijn als mantelzorger. Dus veel meer dan er mensen zijn met dementie. Maar dat is ook logisch, omdat er vaak door meerdere mensen gezorgd wordt voor dezelfde persoon. Nou, als we dan verder kijken, dan zien we dat in Parkstad, daar is 75% die is erg tevreden over de steun die ze krijgen van de omgeving. Op landelijk niveau gaat dat over een duidelijk minder percentage. Daar is 35% tevreden over de steun die ze krijgen van de omgeving. En wat ook nog vermeldenswaardig is, is dat 50% van de mantelzorgers die voelen zich zwaar belast, waarvan ook weer een kleiner percentage zich overbelast voelt. Dus voldoende reden om aandacht te besteden aan dit onderwerp. Nou, en als ik dan verder in gesprek ga met Marjan en Helene, dan zou ik graag het eerste onderwerp aan de orde willen stellen. We weten allemaal dat het moeilijk is om dementie te hebben. Het is moeilijk voor de mantelzorger. Het is een zware tijd, maar er zijn mogelijkheden om het toch nog zo goed mogelijk te laten verlopen. In elk geval om de moeilijkheden wat soms aan de kant te schuiven en weer goed door te gaan. Nou, en als mantelzorger zijn jullie daar natuurlijk zeer nauw bij betrokken. En ik wil, Marjan, aan jou wil ik als eerste de vraag stellen van wat betekent het eigenlijk om mantelzorger te zijn? Nou, in mijn situatie is het moeilijk, ik zal zeggen, omdat het mijn man betreft. En in de ziekte die hij heeft, daar word je in meegetrokken. En op een gegeven moment realiseer je je wel van, goh, ik ben mantelzorger en dat voor 24 uur per dag. Ja. En dat is best zwaar. Ja, ja, ja. Marjan, ik begrijp, jouw man die woont thuis. Ja. Ja, dus zo ben je daarin meegetrokken in dat proces. Ja, ja. Ja, ja. Dus dat is zwaar. Ja, zoals ik net ook al aangaf, het is best zwaar. Ja. Goed, dankjewel. Helene, kun je iets over jou vertellen? Wat voor jou betekent om mantelzorger te zijn? Mijn moeder die is heel lang thuis geweest, toch? Dat ze psychisch ook veel problemen had. En toen was de druk heel hoog. Omdat je, ja, de rollen waren ook opeens omgedraaid. Zij is nu eigenlijk het kind en ik ben op een gegeven moment de moeder geworden. Maar ja, mijn moeder is sinds 3 jaar nu in de Lukaheide. En nu merk ik dat die druk een heel stuk minder is. En dat je je toch wat ontlaster voelt. Ja, ja, want je ja, kunt het afgeven een beetje, de druk van de, ja, en de zorgen wat je hebt. Ja, die kun je nu delen of afgeven van, ze is nu goed verzorgd. Ja, dat geldt eigenlijk voor jullie allebei. Als je 24 uur bezig bent om die zorg te bieden, dat is inderdaad heel zwaar. Daarom kon ik dat net ook noemen, dat veel mensen het echt zwaar vinden. Ja, 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 want je hebt nergens meer tijd. Ja, eigenlijk, het leven draait er alleen nog maar omheen. Ja, 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 ja. Helene, waar ik ook graag heen zou willen kijken, er zijn wellicht mooie momenten te noemen, maar er zijn ook moeilijke momenten te noemen. Ja. Kun je daar wat voorbeelden van geven? En ik bedoel dan ook een beetje vanuit die ooghoek van mantelzorger. Wat zijn dan de mooie en de moeilijke momenten? Ja, de mooie momenten zijn op dit moment dat mijn moeder echt aangeeft dat ze nog nooit in haar leven zo gelukkig is geweest. Ze geniet, ik heb mijn moeder ook nog nooit zo zien genieten, nog nooit van carnaval zo zien genieten. Ja, ze vindt het gewoon fijn en dat geeft
ja, mij en mijn man ook natuurlijk heel veel rust. Van dat je zoiets hebt van, hey, ze heeft nu eigenlijk nog een mooier leven dan toen ze thuis was de laatste jaren. Dus ja. En dat denk ik, ja, dat doet gewoon goed. Ja. En dat ontroert ook altijd. Hey, en Helene, van, je zegt zelf ook van, ze heeft het eigenlijk beter dan toen ze thuis was. Ja. Kun je daar een voorbeeld van noemen wat zo'n moeilijk moment was in dat thuis zijn? Ja, mijn moeder zat op een gegeven moment alleen nog maar in de stoel. Ze deed niks meer, ze deed ook niks meer in huis, ze wilde ook niks meer. En ze heeft altijd heel, ja, dingen, heel creatief persoon is mijn moeder altijd geweest. Ja. En ook altijd in een keuken gewerkt, dus ze kon heel goed koken. En, maar dat deed ze allemaal niet meer. Ze wist ook niet meer wat ze ermee aan moest. Als mijn vader daar een komkommer legde van, misschien schilt ze die. Maar ze wist niet meer dat ze die zou moeten schillen. Ja, ja, ja. En als ik dan nu haar, de Polonaise, door de gangen zie lopen, dan denk ik, ja, super gewoon. Van, ja, het is een hele andere vrouw weer geworden. Ja, ja. Ja, mooi wat je opnoemt over die moeilijke momenten, hè, dat thuis, ja. Hè, dat ze echt haar de regie verliest over het leven. Ja, en dat het nu weer een stuk toch en geluk... En ook het moeilijke gedrag wat ze had, hè, dat je dan toch ermee ingesleurd wordt in dat leven. Hè, dat ze altijd baalt of dat ze altijd druk op je uitoefent. Ja, en dat is nu een heel stuk minder. Ja, 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 ja. Ja. Ik hoor dat wel vaker, hè, dat mensen, kinderen, het gevoel hebben dat ze altijd gebeld worden. Soms midden in de nacht en zo. Was dat bij jou ook zo? Ja, als ik maar 5 minuten of 1 minuut te laat was, of ik had langer gewerkt en ik had dan afgesproken dat ik naar haar toe zou gaan, dan was ik nog niet op het werk de deur uit, dan ging de telefoon aan. Ja, ja. Waar ik bleef. En dan kun je, ja, soms kon ik er goed tegen, maar soms kon ik er ook heel erg kwaad op. Dat ik zoiets had van... Werd je dan kwaad op haar? Ja, ja? Dat ik echt zoiets had van, ja, nu is het goed, je weet dat ik kom. Maar goed, daar kon ze ook niks aan doen, maar dat is, ja. Ja, dus... Maar dat is ook zoiets, Helene, wat een nevenverschijnsel is van de mantelzorgers willen niet kwaad op die persoon worden, maar soms is het niet anders. Ja. Dan kun je het toch niet meer opbrengen en dan ontstaat er wat kwaadheid. Ja, 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 ja. Ja. Goed, dankjewel. Marianne, mag ik jou ook vragen om te kijken naar die vraagstelling waar het ging over de mooie momenten en de moeilijke momenten? Ja, de mooie momenten zijn als die helder is. Dan denk je weer aan vroeger. Hoe leuk het samen was. Dat je alles kon ondernemen waar je maar zin in had. En de moeilijke momenten is als die de weg kwijt is. Ja. Want dan moet je bijsturen en dan moet je er echt helemaal zijn. Ja, en de weg kwijt is, wat bedoel je dan? Is dat hij het niet meer precies weet. Ja. Ja, dat hij ook verkeerd met dingen omgaat en zo. Dus... Ja, maar niet de weg kwijt dat hij naar buiten gaat kwijt, en de weg kwijt is. Nee. Maar dat hij het gewoon niet meer weet. Ja. En dan? Ja, en dan moet ik bijsturen. Dan moet ik hem begeleiden. Ja. En zorgen dat het weer een beetje in goede banen geleid kan worden. Ja, en dat gaat zonder problemen? Vaak genoeg wel, maar er zijn ook momenten dat hij het er helemaal niet mee eens is. Ja. En ja, goed, dan moet je het even laten rusten of... op een ander onderwerp brengen, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Ja, dat lijkt me ook wel soms heel erg lastig, hè? Als je de ander probeert in de richting te helpen en die voelt dat als correctie. En er ontstaat wat van ruzieachtige toestand, wat spanningen of zo. Nou, dat probeer ik meestal te vermijden. Door er een draai aan te geven. Ja, ja. En vaak genoeg lukt dat ook wel. Want je kent je echtgenote wel. Ja, ja, ja. En je weet hoe hij daar zeer waarschijnlijk op zal reageren. Ja. Ja, ja. Dus doordat je hem goed kent, kun je dat meestal in goede banen leiden. Helene, hoe was dat bij jou? Ja, ze legde ook altijd bij mij neer. Zo van, op een gegeven moment de hulpverleners, als er dan wat was in de hand. Of dat ze is ook vaker al eens met crisis opgenomen. En dan wilde ze dat niet, dan had ze echt, het gaat echt niet gebeuren. Ja. Maar als ik dan met haar ging praten, of dan hadden ze zoiets, praat even met je dochter. En dan probeerde ik het toch op een fijne, nette manier haar uit te leggen. En dan was het nog met strubbelingen, maar goed, dan ging ze uiteindelijk wel mee. Ja, ja, ja. En ik vond dat wel best moeilijk, want ik had zoiets, ja, ik doe toch eigenlijk iets tegen haar wil. Dat ze toch opgenomen moet worden en ze wil dat eigenlijk niet. Maar ze luisterde wel nog altijd naar me. Dat was wel
Ja, gelukkig. Helene, je noemt nu dat opgenomen moest worden. Hè? Dat lijkt me ook zo'n echt een moeilijk moment. Hè? Ja, ze is met de rechterlijke macht opgenomen. Okay. En ik had toen echt zoiets, ik zit in een verkeerde film. Ja, ja, ja. Het gebeurde ons niet, maar ja, het gebeurde ons wel. En daar heb ik wel moeite mee gehad. Ja. Omdat ik zoiets heb, dat is mijn moeder niet die hier nu met de rechterlijke macht opgenomen moet worden. Ja, ja, ja. Hey, en als ze dan opgenomen... Ben je toen meegegaan? Ja. Ja? Oké, dat wel. Ja, ja, ik ben altijd met haar meegegaan. Ja. 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 Ja, ik heb haar nooit alleen gelaten. Ja. Zeg, en dan breng je iemand weg, hè? Dat is toch een besluit, dat gaat tot in de vezels gaat dat, hè? Dat gaat heel diep. Ja. En als je dan iemand zo wegbrengt en die zegt dan van neem me mee naar huis, of heb je dat niet zo meegemaakt? Jawel, ze zei echt, ja, we hebben er gewoon in de auto gezet en zijn met haar gereden. Ja. En ja goed, en zo van ze zeggen ik wil naar huis nemen, maar je kunt nu niet meer naar huis. Ja, ja, ja. We gaan nu eventjes dat je weer beter gaat voelen. Ja. Op die manier heb ik geprobeerd om haar een beetje... Ja. Het is hard, maar waar, hè? Het was heel... Ja, het is een hele harde... Ik vond het heel hard, ja. Hey, maar ze is daar wel op haar plaats, zeg ze je. Ze is eigenlijk op haar plaats en dat maakt het ook wel weer goed. Ja, dat ze is er eigenlijk op haar plaats, ja. 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 Maar ze kan nu ook wel eens zeggen, stel je voor, mijn vader is 2 jaar geleden overleden. En dan zegt ze wel eens van, stel je voor, ik zat nu helemaal alleen in een flatje. Ja, dan was ik ongelukkig, dan kon ik niks. En zegt ze, kijk eens wat ik nu allemaal heb. Ja, en dan mooi. Denk ik, ja, fijn toch? Ja, ja. Ik kan er gewoon van genieten dat ze dat zo zegt. Ja. Ja. En ze doet ook in alles mee, ik bedoel. Ze heeft een heel druk leventje daar. Prachtig. Dat is dan fijn om te zien, ja. Ja, prachtige lijn om te horen. Ja, hey, ja Marjan, natuurlijk. Marjan, heb je dat, kijk je daar ook tegen op? Tegen dat er mogelijk zo'n moment komt van dat het niet meer gewoon thuis kan? Ja, daar zie ik ook wel tegen op, maar ik... Ik vind dit is een groeiproces en daar hebben we het ook al met mijn man over gehad. En we hebben ook een case manager en die heeft ons aangeraden om toch eens te gaan kijken waar hij het liefste zou willen, als dat nodig zou zijn. Ja, ja, ja. En dat hebben we ook gedaan, want in het begin dacht ik van, god, wat moet ik daarmee? Waarom? Maar omdat zij toch van tijd tot tijd vroeg of we al iets hadden ondernomen, zijn we toch geweest. En nou heeft hij nu de keus kunnen maken. Ja. Dat voor het geval dat het nodig zou zijn, dat weet je dus helemaal niet. Ja. Dan, dat hij dan toch op een plek komt waar hij graag zou willen zijn. Ja, dat is heel goed dat jullie dat gedaan hebben. Ja, je moet alles als dat kan, want iedere situatie is anders, moet dat bespreekbaar zijn. Ja. Marjan, dat is wat jullie allebei zeggen. Hè? Dat is een mooi moment om even een pauze te maken. En in deze pauze laten we dan die cijfers die ik toen straks noemde nog eens even de revue passeren. En een impressie geven van dit mooie slot hier. Dus graag tot over enkele minuten. Thank you.
Nou, voor de pauze hebben we het gehad over hoe het is om mantelzorger te zijn. Wat dat betekent en wat de moeilijke en de mooie momenten zijn in die rol van mantelzorger. Nu na de pauze ga ik verder met Helene en Marjan. En dan gaan we het hebben over de eigen emoties en de verschillende meningen van de naaste onderling. En Marjan, daar wil ik jou het eerste de vraag over stellen. Van die eigen emoties. Als je je partner ziet minder goed functioneren, of als er veranderingen zijn, hoe ga je om met je eigen emoties? Maar vul het maar zelf in wat je onder eigen emoties verstaat. Ja, dat ligt eraan wat zich voordoet. Of de opeenhoping van diverse dingen. Soms dan denk ik van, ik moet toch nog even naar de winkel. Dan ga ik even naar de winkel, als dat kan op dat moment. Of ik ga een van mijn hobby's doen, dat ik me even kan terugtrekken. Er zijn zoveel mogelijkheden. Soms heb ik ook aan de kinderen een klankbord. Dat die me weer terzijde staan in bepaalde meningen en opvattingen. Ja. Zo probeer ik het dan voor elkaar te krijgen. Dus als jij vol schiet met emoties, dan kan het helpen als je even eruit stapt en naar de winkel gaat, bijvoorbeeld. Ja. Of als je even de telefoon pakt en met de kinderen daarover belt. Ja, precies. Ja. En die klankborden, die heb je ook. Misschien ook aan buren en zo. Ja, goed. Ik zoek het zo kort bij mogelijk. Ja. En dat gaat ook meestal wel goed. Nou, prima. Dus je kunt je emoties op die manier wel goed reguleren. Want dat speelt een belangrijke rol bij het niet meer goed aankunnen. Als mantelzorger het niet goed kunnen omgaan met die eigen emoties. Hè? Ja, dat is ook zo. Je moet het goed altijd voor jezelf op een rij weten te zetten. Ja. En voor het geval dat dat dan niet kan op bepaalde momenten, nou, dan ga ik op die manier te werk wat ik net al zei. Ja, prima. Helene, hoe is dat bij jou? Ja, ik ben echt wel vaker, toen mijn moeder ook pas opgenomen was, dat ik echt soms wel huilend de Lukerheide uitliep. Omdat ze weer iets zo geks had gedaan of dat ik zoiets had, Jezus, dat is mijn moeder niet. Ja. Die nu zo reageert of heel kwaad of heel agressief. Maar aan de andere kant is het ook wel weer, als ze dan toch weer heel leuk bezig is, dan is dat ook wel ontroerend. Dan ga ik ook weer lachend bij haar vandaan. En dat gebeurt nu de laatste keer best wel veel nu. Dat ze toch echt wel goed vindt daar. Dat ze leuk heeft. Je zegt dat nu zo, hè, dat ik dan huilend dat verpleeghuis verliet. Maar wellicht zat je ook met die emoties toen ze nog thuis was. Ja, toen ze thuis was, dat veel erger. Dan kon ik wel bij de huisarts. We hadden dezelfde huisarts. Dus die wist wel van de situatie af. En als het echt te veel werd, dan kon ik ook met haar erover praten. Maar en op dat moment moest ik ook mijn vader opvangen. Die kon het ook gewoon soms helemaal niet meer aan wat zich daar afspeelde. En dat heb ik altijd geprobeerd. Ik moest er ook voor mijn vader zijn om toch hun op te vangen. Maar zelf kon ik dat dan ook wel bij de huisarts. Dat was ook wel weer fijn. Ja. Maar die jaren zijn wel heel zwaar geweest. Daarom is het nu ook zo een beetje ontlasting. Dat ik zoiets heb van, ze is goed verzorgd. En dat vind ik het allerfijnste. Ja, Helene, als enigst kind heb je dan wel natuurlijk ook niet zo goed de mogelijkheid om met... In elk geval niet. Je hebt niet de mogelijkheid om met broers of zussen daarover te sparren. Hè? Nee, om daarover te praten, van hoe het een en ander verloopt. Ja. Of als je de emoties zo hoog zet, dan dat maakt het misschien toch gemakkelijker soms. Hè? Mm-hmm. Maar heb je dan wel nog anderen in de familiekring waar je van zegt... Ja, mijn moeder heeft nog een broer en zussen. Daar kan ik ook gelukkig heel goed mee en fijn mee praten. Maar wat ik ook vind... Alleen op dit moment zie je niemand meer als je in de Lukerheide bent, omdat je op de kamer zit door de corona. Maar normaal gesproken heb je daar ook veel aan elkaar. Aan de familie. We hebben er echt hechte vriendschappen gesloten. En dat heb je ook privé. Als het je dan hoog zit, kun je hun ook even bellen of appen. Ja, dat vind ik ook wel heel fijn. Ja, dat is heel erg goed, denk ik. Ja. Dus dat je onderling goede contacten hebt, ook als iemand... in een verpleeghuis verblijft, als je als bezoeker dan ook contacten hebt met anderen en die begroeten je ook, hallo Helene, ben je er weer? Hè? Ja. Dan voel je welkom, dat is zo gigantisch en je belangrijk. Krijgt ook heel goed contact met familie, er zijn ook weer jongere dochters en
ja, op een gegeven moment krijg je toch zo'n kringetje wat je heel goed met elkaar kunt vinden. Ja, 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 en we helpen dan elkaar ook. Dat vond ik heel erg fijn, of dat vind ik nog steeds heel erg fijn. Ja. Ja. Iets wat ook bij me speelt, of ik las toch toevallig vandaag nog iets over in de krant, dat er soms oneenigheid is tussen kinderen onderling. Tussen de partner en de kinderen, van hoe het nu verder moet. Kun je daar iets bij voorstellen? Op dit moment speelt dat eigenlijk bij ons niet. Maar het heeft wel gespeeld toen mijn vader nog leefde. En toen mijn moeder ook nog thuis was. Dat wel mijn vader soms zoiets had van hij dingen verzweeg of helemaal niet zei. En dat je er uiteindelijk dan wel achter komt. Ja. Ja, en dan is het te laat eigenlijk. Dus dat heb ik wel vaker dan mijn vader, van dat ik hem moest uitleggen, ze is ziek, ze kan er niks aan doen. Maar nu op dit moment speelt dat, speelde niet meer. Ja, ja. Ja. Dankjewel. Marianne, hoe is dat bij jou? Kun je daar iets bij voorstellen, bij die oneenigheid die ik noem? Nou, dat speelt eigenlijk bij ons niet zo. Ik zou niet weten op welk gebied. We praten gewoon openlijk over alles. En ja, gelukkig heb ik op dit moment daar nog geen last van. Oké. Nou, fijn om van jullie te horen dat jullie er allebei weinig last van hebben. Ik kan me vanuit het verleden herinneren dat daar vaak wel de nodige spanningen waren. Dat de ene persoon vond dat moeder toch moest eten en dat ze toch flink moest bewegen. Terwijl dat de andere vond dat niet meer de bedoeling was. En dat leidde soms tot vervelende dingen. De ene vond, dat heb ik zelf ook van dichtbij meegemaakt, dat die moeder of die vader gefixeerd moest worden, vastgebonden moest worden, omdat ze zo onrustig was. Ja. En de andere, die vonden dat niet zo. En daardoor, maar ook over zo'n moment van iemand laten opnemen in een verpleeghuis, terwijl het andere vinden van nee, dat gaat best nog. Hè? Dat soort dingen die leiden vaak tot. En nu kijken verschillende mensen naar dit programma. Wat zou je hun nu adviseren om te doen als die spanningen er wel zijn? Wie van jullie twee wil daarop reageren? Ja, dat is moeilijk. Als je er nog geen ervaring in hebt. Ja, wat doe je met zulke spanningen? Ja, toch onderling proberen eruit te komen door te praten. Ja, ik ben altijd erg voor hou het allemaal open en bespreek alles. Ook al is het nog zo moeilijk. Ja. Want dat is altijd zeer belangrijk. Anders dan vormen zich toch misverstanden enzovoort. Maar ja, voor de rest, probeer er toch op een goede, zo goed mogelijke manier uit te komen. Ja, ja. Maar Marianne, heb je ook ideeën van of je hulpbronnen kunt inschakelen op zo'n moment als het echt moeilijk wordt? Ja, dan zou ik hooguit de case manager raadplegen. Okay. Want daar ben ik erg blij om dat die naast me staat. En ik vind het belangrijk dat iedereen dat zou moeten krijgen aangereikt, zowel door de neuroloog als door de huisarts, om toch een case manager in het leven te roepen. Want op het eerste moment als je hoort wat er aan de hand is, dan schrik je toch danig en dan denk je, wat komt op je af? Ja, ja. En als je dan op een gegeven moment zo'n case manager krijgt aangereikt, dan voel je je op een gegeven moment een beetje veiliger worden. In die zin van, je voelt je wat beschermd. Dat als er ook iets is, dan staan die altijd voor je klaar. En dat is een heel, het is een fijn gevoel in de situatie waar je in zit. Ja. Ja, Marianne, ik zou me ook kunnen voorstellen. Ik hoop het natuurlijk niet, maar jou kan ook iets overkomen. Ja. Hè, jij kunt ook een trap afvallen of iets, hè. En waardoor dat je die mantelzorg niet meer kunt doen. En dan is het toch wel heel erg fijn als dan een case manager op de achtergrond is of iemand anders die zorg dat jouw man dan toch de steun krijgt. Die ja, en dat is het punt wat ik voorheen al zei. In, dat de case manager ons adviseerde om toch naar een verpleeghuis eventueel te gaan kijken. Waar hij graag zou willen wonen als dat nodig zou zijn. En ja, en wel ik dacht, waarom eigenlijk? En toen heeft ze me ook verteld van
stel, het gebeurt jou eens wat. En dan moet je man gelijk ergens geplaatst worden. Ja. En waar is dat dan? En dan is het prettiger als dat kan gebeuren daar. Ja. Waar hij graag zou willen zijn. Ja, ja, ja. Ja, dat is prima. Dus en dan voel je je ook alweer veilig voor het geval dat. Ja, ja, ja. Ja, dankjewel. Helene, hoe is dat eigenlijk? Jij bent de mantelzorger voor je moeder altijd al geweest. Eerst nog voor je vader, toen voor je moeder. Dat doe je nu ook in dat verpleeghuis. Ja. Ik hoop het natuurlijk niet, maar stel dat jou iets overkomt. Ja, ik denk er wel eens over na dat ik tegen mijn man zeg van stel je voor, er gebeurt wat en dan? Ja. Ja, dan heb je nog de optie dat hij het kan overnemen. Maar aan de andere kant heb ik zoiets, ja, ze zitten in een verpleeghuis op dit moment. Dan denk ik, ja. Ze is verzorgd. Ze is verzorgd. Als ze nu thuis zou zijn, zou dat veel erger zijn. Ja. Zou ik die druk veel erger vinden van stel je voor, me gebeurt nu wat. En ja, dan is er niemand. En wat ik wel ook, wat u ook zegt met die case managers, die heb ik nu tegenwoordig ook wel dat VPT gebeuren. Dat mensen toch de mantelzorg wordt overgenomen en ze hebben ook nu de nachtzorg. Dus in dat opzicht is het wel gelukkig veranderd dat er al veel meer zorg geleverd kan worden. En wat is dat VPT gebeuren? Ja, dat wordt ook door de case manager, wordt dat de wet langdurige zorg. Oh, dat, ja. Het staat voor verpleeghuiszorg thuis. Ja, en er wordt ook mantelzorg en voor de mantelzorg zal een last. Ja. Daar kun je dus ook gebruik van maken. Ja. Ja, ik ben zeer onder de indruk van het werk wat jullie doen. Eigenlijk van alle mantelzorgers. Dus 16.000 in Parkstad die dat werk doen. Dat is ongelooflijk wat die voor een werk verzetten. Ik las laatst hoeveel uur dat ze daarmee bezig zijn, met dat mantelzorger zijn. En nu ben jij er 24 uur mee bezig. Jij was dat in het verleden ook. En gemiddeld zijn ze 40 uur. Dus een volle werkweek zijn ze daarmee bezig. Mm-hmm. Echt 40 uur zijn ze daarmee. Dat is toch ongelooflijk. Ja. En ja goed, als dan iemand wordt opgenomen in het verpleeghuis, of als iemand komt te overlijden, dan valt er ook vaak een leegte. Hè? En die moet je ook maar zien op te vullen. Ja, dat is ook zo. Ja. Nou, ik vond het in elk geval heel fijn om met jullie daarover van gedachten te wisselen. En ik kom langzaam ook aan de afsluiting van het verhaal. Dus van hieruit wil ik de mensen van RTV Parkstad bedanken voor het werk wat ze steeds doen en wat ze ook deze keer weer doen. En ook de beheerders van Slot Schaarsberg wil ik hartelijk danken dat we hier te gast konden zijn. En Marjan en Helene, jullie ook hartelijk bedankt dat jullie mijn gesprekspartner wilden zijn. Hè, en dat we zo van gedachten hebben kunnen wisselen over dit toch heel belangrijk onderwerp. Nou, verder wil ik dan de mensen die kijken naar het programma danken voor dat ze het weer volgen en dat ze graag ook als ze reacties hebben over het programma of tips hebben hoe we het beter kunnen doen, dat ze kijken naar de aftiteling en daarop kunnen alle suggesties en ideeën naar voren gebracht worden. Hartelijk dank.